Kleine Gup, welkom bij de voorleesclub. Vandaag gaan we Vee Fleur in Paard op school voorlezen. Vee Fleur zit in de klas. Naast haar zit Vee Saar. Juffrouw zet wat op het bord. Hoe tover je iets klein? Juffrouw draait zich om. Wie lacht daar? Vraagt ze. De klas is stil. Lach niet als ik les geef, zegt juffrouw. Juffrouw leest een spreuk voor. Vee Fleur let goed op. Ze tovert graag. Klinkt het nu luid? De juf kijkt wat boos. Wie lacht mij uit? Vee Fleur zegt, wij doen het niet, juf. Wij zijn juist heel erg stil. Dan hoort ze nog een keer. Vee Wiep stoot haar kruk om. Ze wijst naar buiten. Het komt uit de tuin. De klas rent naar het raam. Klik, klok, klik, klok. Er loopt een paard in de tuin. De glas glilt en joelt. Wat is zijn staart lang? Wat rent hij hard? Wat is hij mooi? Het paard zoekt bij het raam. Vee Fleur drukt haar neus op het glas. Het paard doet dat ook. Van wie zou hij zijn? Vraagt Fleur. Een klein foutje. Vee Wiep rolt door de klas. Ze doet of ze een paard of ze een paard zit. Ja, roept ze. Wiep sjeest rond. Ik ben in het Wilde Westen. Pang, pang, gilt Wiep. Het paard schrikt. Hij maakt de sprong. Haast door de ruit heen. Dan rent hij de tuin uit. Klip, klop, klip, klop. Poe, poe, lacht juffrouw. Wat een wild paard. Hij zoekt zijn baas wel op. Wij gaan door met de les. Hoe tover je iets klein? Juf leest de spreuk voor. Rom, bom, bom. Groot als een berg. Ik tover dit om, klein als een dwerg. Ze zwaait met haar stap. De klas doet haar na. Saar tovert het boek klein. Wiep tovert haar stoel klein. Bram tovert zijn pet klein. En Fleur maakt een klein foutje. Zij keert de spreuk om. En tovert een snoepje groot als een berg. Saar lacht zich slap. Dat is echt iets voor Fleur. Deel maar met de klas, zegt juf met een grijns. En dan snel naar buiten. Het reussnoepje schouw op. Ik blijf nog hier, roept juffrouw. Ik drink een kop thee. Dan gaan de feestjes de tuin in. Bram gooit een bal. Wiep vangt hem op. Dan gooit Wiep. De bal suist door de lucht. Wat een slim paard. Daar is het paard weer. Maar wat doet hij nou? Het paard ziet de bal en hij kopt de bal. Met een boog naar Fleur. Zag je dat? Roept Fleur. Het paard kopt. Ze gooit de bal weer. Nu kopt hij hem naar Bram. Wat een knap paard. Bram geeft de bal een schop. Naar de voet van het paard. Kan hij dat ook? Het paard geeft de bal een trap. Hij heeft lol in het spel. Schiet hem in het doel. Lacht Vee Fleur. En jou hoor. Het paard schiet raak. Saar buigt naar de grond. Ze plukt een bloem. Het paard ziet wat Saar doet. En hij buigt weer ook. Wel 5 keer. En hij plukt ook een bloem. De klas klapt voor hem. Wiep maakt een koprol. Het paard rolt op zijn rug. Heen en weer. Geen koprol, maar wel een rugrol. Nu zit zijn staart in de war. Wacht, roept Vee Fleur. Ze haalt een lint uit haar tas... En ook een kam en borstel. Wiep kampt de staart uit de war. Dan vlecht ze de staart. Van het lint maakt ze een strik. Fleur neemt de borstel, die lijkt net een roskam. Het paard staat heel stil. Hij vindt het fijn. Tover maar mee. Ik wil op het paard, zegt Vee Bram. Ik ook, roept Fleur. Kan niet, zegt Saar. Hij heeft geen teugels en geen beugels voor je voeten.
Veefleur pakt haar staf. Ik verzin een spreuk, roept ze. Ze gaat ook op haar kop staan. Want dan denk je goed. Lukt het? Vraagt wie? Weet je al een spreuk? Ja, zegt Veefleur. Haar hoofd is rood. Hoor maar, zegt Fleur. De klas staat om het paard heen. Fleur zegt de spreuk. Hop, flop, drop. Kom maar op. Het paard met de staart. De beugels wil en teugels. Veefleur is erg druk. Ze praat veel te snel. Gaat dit wel goed? Een wolk, een flits en... Daar zijn teugels. Ze vallen op de grond. Maar wat zit er op zijn rug? Het paard heeft geen beugels, maar wel vleugels. Wat een grap. Hihihi. Het paard zwaait zijn hoofd. Het voert wat raars op zijn rug. Maar kan er niks mee. Fleur klopt op zijn nek. Ze lacht. Mijn spreuk ging mis. Maar een paard dat vliegt, dat is wel een grap. Die leert je. Veesaar zegt blij, ik doe mee. Veefleur roept, kijk, zo doe je dat. Ze vliegt heen en weer. Saar pakt de vleugels van het paard. Ze doet ze op en neer. De klas poort het paard aan. Toe maar. Het dier doet zijn best. Hij briest, hij snuift, hij draaft. Zijn vleugels gaan op en neer. En dan? Veefleur is top. Niks. Het paard vliegt niet. Dit lukt nooit. Zegt Vee Bramsip. Zijn vleugels zijn te klein. Fleur hopt op en neer. Ik weet het, roept ze. Ik keer de spreuk weer om. Net als met haar snoep. Snel pakt ze haar staf. Dan roept ze hard. Rom, bom, bom. Klein als een berg. Ik tover zijn vleugels zo groot als een berg. De klas kijkt toe. Ze zien een wolk met mist en de vleugels zijn groot. Veefleur is top, roept hij. Het paard briest en snuift. De vleugels gaan op en neer. En hij stijgt op. Hihi, klinkt het uit de lucht. Wat gaat hij hoog, roept Fleur. Zo hoog durf ik niet eens. Als hij maar niet valt. Hij lijkt wel een wonder. Juf Roos heeft haar thee op. Ze komt de deur uit. Ze geeft een gil van schrik. Dat paard vliegt, roept de juf. De klas lacht trots. Hun paard is zo knap. Daar is hij weer. Het lijkt wel een wonder, lacht juf Roos. Fleur geeft het paard brood. Hap, slik, op. Hij heeft trek, zegt Fleur. Bram geeft hem een appel. Wiep heeft nog één wortel. Fleur kust het paard op zijn snoet. Wat ben je toch lief, zucht ze. Vroom, vroom. Wat is dat nou? Het komt uit de lucht. Wiep tuurt en tuurt. Een vliegtuig, gilt ze. Er komt iets uit. Een brief. En nog een brief. Wiep vangt er één op. Ze leest voor. Mijn paard Bliksem is weg. Wie weet waar hij is. Breng hem terug. Liefst Grapjas Guus. Indraf. Dat is ons paard, roept Veefleur. Hij heet dus Bliksem. Wiep wijst naar de brief. Hij woont in een tent. Die staat in de stad. Zijn baas wil hem terug. Saar zucht diep. Ik wil dat hij hier blijft. Ik mis hem nu al. Fleur slaat haar arm om Saar. Wat Wiep zegt is waar. Bliksem moet terug. Zijn baas mist hem ook. En Bliksem mist zijn baas. Bram aait het paard. Wat doen we met de vleugels? Fleur lacht. Die zijn voor hem. Een leuke grap voor Guus. Zeg maar niks hoor. Fleur pakt een kleed. Dat legt ze op de rug van Bliksem. De vleugels zie je nu niet meer. Kom op, we gaan, roept Fleur. En hop, daar zitten ze. Op de rug van het paard. In drap. Grapjas Guus. Vee Wiep wijst de weg, met de brief in haar hand. Bliksem gaat achter Wiep aan. Daar is de stad al, en de tent. Bliksem ziet de tent ook.
Hee, en maakt een sprong. Wat is hij blij. Voor de tent staat een man. Hij heeft een raar pak aan. Zijn schoenen zijn groot en gek. Zijn neus is rond en rood. Grapjas Guus, viel Fleur. Bliksem, roept Guus. En rolt een traan uit zijn oog. Guus slaat zijn arm om het paard. Dankjewel, lieve feetjes, zegt Grapjas Guus. Er knalde een ballon. Bang! Bliksem schrok van een knal. En toen liep hij weg. Vee Fleur lacht. En nu is hij er weer. Guus doet zijn armen wijd. Kom in de tent, dan treed ik voor jullie op. Bliksem, wat knap. Bliksem kan heel veel samen met Guus. Hij danst en springt. Guus geeft juffrouw zijn zoen op haar wang. Zijn mond geeft af. Maar dat ziet juf niet. De klas lacht zegt slap. Dan gaat Fleur staan. Bliksem kan nog een kunst. Die leerde hij van ons. Fleur trekt het kleed van Bliksem af. Zijn vleugels glanzen in het licht. Trots doet Bliksem ze op en neer. Dan stijgt hij op. En daar vliegt hij. Hoog in de nok van de tent. Guus laat zijn hand voor zijn mond. Bliksem, wat knap. Wat een grap. Mijn paard kan vliegen. Guus maakt een salto. En danst door de tent. Dank je wel, lieve veetjes, lacht Guus. Hij pakt een zak. Dit is voor jullie. Guus kiept de zak om. Wat zit erin? Voor elk veetje rond en rood. In een grapjasneus. Dit was het filmpje. Vond je dit filmpje leuk? Doe dan een dikke duim omhoog. En vergeet niet te abonneren voor nog meer van deze filmpjes.